Hallo allen en welkom bij een nieuwe Wie is de Mol hints en theorieën video. Ik ben Tim en ik bespreek elke week de beste hints en theorieën van de afgelopen aflevering. Laten we snel beginnen met hint nummer 1. Deze gaat over de leader van dit seizoen. Als we goed kijken naar een bepaald aantal shots van de leader, zien we namelijk graffiti en allemaal soorten cijfertjes met allemaal nullen en enen. Computers kunnen met elkaar communiceren met behulp van binaire codes met nullen en enen. En wie heeft er hier natuurlijk weer mee te maken in zijn werk? Dat is Daniel Verlaan. Daarnaast kan je op dit shot ook nog 010 zien. En 010 kan je ook zien als Rotterdam, de stad Rotterdam. En wie komt er uit Rotterdam en woont er ook in Rotterdam? Dat is Sander de Kramer. Abonneer zeker snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's op dit kanaal. Tijdens de eerste opdracht zaten de kandidaten opgesloten in kisten. En bijna dezelfde soort kisten die wij moesten openmaken tijdens de bekendmaking van de kandidaten op 5 verschillende plekken in Nederland. Wat opvalt is dat elke kist een eigen kleur had. Je had zwart, blauw, groen, geel. Hier valt de kleur groen heel erg op. Groen betekent natuurlijk in Wie is de Mol de doorgaan kleur, dus dat je doorgaat in het spel. En de mol gaat natuurlijk nooit naar huis en krijgt nooit een rood scherm, maar een groen scherm. En Sarah en Jurre zaten beide in deze kist. Je zou dus theoretisch kunnen zeggen dat één van hen de mol is, omdat ze groen zijn. Maar uiteindelijk verdienen zij wel geld voor de pot. En dat is natuurlijk wel weer een goede anti-mol actie naar deze twee. Dan nog Sander, die bij deze opdracht VOC Vegetable Garden helemaal goed uitspreekt. Als mol weet je de exacte locaties uit je hoofd. En meerdere andere kandidaten konden de exacte locaties juist niet uitspreken. En wisten er maar delen van. Dan is Sander hierin dus ook wel weer best verdacht. Want hij heeft voorkennis en weet de locatie helemaal uit zijn hoofd en goed. In de tweede opdracht werden er twee groepen gemaakt. Muzikaal oor en opgaan in muziek. Ik vond hier de muzikale oorgroep heel erg verdacht. Je had hier Aniek, die toon aangevend, zoals de opdrachttitel zegt, de toon niet goed af kon zingen. En het heftige, te veel enthousiasme van Daniel. Daarnaast zijn er na deze opdracht ook voor mij twee potentiële mollen afgevallen. Nou, niet totaal afgevallen, maar wel een beetje afgevallen. En dat zijn Soy en Anke. Die werden beide niet gesnapt door het jurylid. En Soy was later ook tijdens de executie best wel zenuwachtig. Dat zag je doordat hij aan zijn veters met zijn veters zat te spelen en helemaal zat te shaken. Overigens was hij natuurlijk ook bij de andere kandidaten. Maar dit vind ik best een goede anti-mol actie richting Soy Kroon. Zometeen vertel ik je een hele interessante afleveringstitel hint naar Daniel als mol. Voordat we verder gaan met deze video, spoelen we even terug naar toen de kandidaten hun rol bekend werd gemaakt door Everon. En we blijven even bij Soy hangen. En dit keer als mol zijnde. Als Soy namelijk aan de telefoon komt, hoort hij zijn rol. En legt hij de hoorn weer neer op de telefoon. Maar als we even opletten hoe hij de hoorn neerlegt, dan zien we dat hij met vier vingers de hoorn ook weer neerlegt. In de vorm van een M van mol. Dat is natuurlijk ook in het verleden al gebeurd een paar keer als hint. Dus dit zou wel een leuke hint kunnen zijn naar Soy. Als we verder in de aflevering nog even terugkijken, dan zien we dat Ranomi best weinig in beeld is. En ze wordt vooral een beetje stillig in beeld gebracht of een beetje zwijgend. En ze geeft ook een heel gek antwoord als ze haar rol hoort. Ze is een soort van opgelucht, maar ook weer niet. Opgelucht? Weet ik niet. Verder kijkt ze best blij tijdens de opdracht met uit de kist komen dat ze niet uit de kist komt. Waardoor er dus ook minder geld verdiend kan worden. En tijdens de tweede opdracht, toen het optreden bezig was, gaf ze mij een heel gek gevoel doordat ze een beetje angstig keek dat er geld in de pot bij kwam. En dat gaf mij een soort molgevoel. Dan de afleveringstitel, die was Verbinding. Dat kun je heel makkelijk leiden aan de kisten die verbinden moesten worden met elkaar, waardoor je uiteindelijk het middenpunt kreeg. Maar daar stond ook een kist. En dat kan dan ook heel makkelijk zijn dat Nabil of Ranomi de mol is. Want die zaten in die kist, in het midden, waar er geld verdiend kon worden. Dat is dus de juiste oplossing. Oftewel, de juiste mol. Verder kan je verbinding nog gebruiken als internetverbinding. Of een verbinding tussen netwerken of iets.
En dan heb je natuurlijk wel weer een goede hint richting Daniel als mol, want hij heeft veel te maken met zijn werk hiermee. Bedankt voor het kijken naar deze hints en theorieën video. Abonneer snel als je dat nog niet had gedaan. En dan zie ik je de volgende keer weer. Laters.